Vandaag ga ik jullie vertellen hoe het gift systeem werkt in Fortnite. Battle Royale. Yo mensen, mijn naam is Alex en welkom weer terug bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik het met jullie hebben over het item gift systeem in Fortnite. Battle Royale. Maar jongens, voordat ik wil beginnen met deze video wil ik jullie allemaal vragen of jullie allemaal even dat oh zo mooie blauwe duimpje omhoog kunnen drukken. Of welke kleur duimpje jij ook hebt natuurlijk. Want je hebt ook de nieuwe overlays van YouTube en daar heb je een andere kleur duimpje dat omhoog staat. Maar kunnen wij op deze video de 1000 likes halen? Dat zou super, maar ook echt super tof zijn. Dus vergeet niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik weet dat een heel deel van jullie nog niet geabonneerd is. Dus ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Dat zou ik super tof vinden. Maar oké jongens, laten wij dan nu maar beginnen met deze video. Zoals jullie wel weten komt het item gift systeem binnenkort al in Fortnite. Er zijn ook al wat items, eigenlijk al wat dingetjes ervan geleakt in de game files. Weet je nou nog niet precies wat er is geleakt? Ik zou zeggen, klik op mijn kanaal en kijk mijn vorige video waar ik het had over het gifting systeem. Daar leg ik wat meer uit over wat er is geleakt in de game files van het gifting systeem. Maar er zijn dus aardig wat dingetjes geleakt. Op dit moment denken heel veel mensen dat je ook items kan giften die je bijvoorbeeld al in je locker hebt. Dus heb je bijvoorbeeld de Skull Trooper die je echt een hele lange tijd geleden heb gekocht, denken mensen dat je die kan gaan traden met iemand. Maar nee, zo gaat het gift systeem niet werken. Je kan dus waarschijnlijk niet een hele zeldzame skin van heel erg lang geleden ruilen voor een best wel nieuwe skin. Zo gaat het dus niet in zijn werking. Het gaat waarschijnlijk in zijn werking dat jij een item kan gaan giften die in de store op dat moment is. Dus heb je bijvoorbeeld de Raptor skin in de store, oftewel de skin met het, de soort gele muts op. Als die in de store bijvoorbeeld, krijg jij de optie om hem gewoon voor jezelf te kopen en om hem te kopen als een gift naar een Epic Games friend. Dus dan zou ik bijvoorbeeld, als ik 2000 V-Bucks heb op mijn account, zou ik die skin voor mezelf kunnen kopen. En al heb ik hem al en wil ik hem aan iemand anders geven, kan ik op gift to a friend klikken waarschijnlijk. En dan kan jij zo die skin eigenlijk naar je vriend toesturen. Dan krijgt hij hem waarschijnlijk gewoon op zijn account. En dat is natuurlijk super ziek. Maar je kan dus geen items wat je al dus een hele lange tijd in je locker hebt giften. Het kan dus alleen met items die op dat moment in de shop zijn. Die kan je alleen maar gelijk sturen. Maar oké jongens, dat was wat ik jullie in deze video wou vertellen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zo ja, laat dan even dat blauw duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Het kan hier beneden. En druk op dat belletje naast de abonneerknop om te hoogte te blijven van wanneer er nieuwe video's online komen. Volg me ook even op Instagram. Instagram, daar ben ik van plan om binnenkort wat meer mee te doen. Dus als jullie me daarop willen volgen, zou dat super ziek zijn. Maar oké. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. En laters.